De verkeersbarometer is landelijk gestegen naar 46. De 46ste verkeersdode is de 30-jarige Aminash Boudou, die gisterochtend na een verkeersongeval is overleden. De politie van Latour kreeg een melding van het verkeersongeval. Het voorlopige onderzoek wijst uit dat de autobestuurder Aminash over de nu weer gevonden weg reed richting Santodorp. Het vermoeden bestaat dat hij bij het naderen van een drempel deze te laat heeft gezien en met een hoge snelheid eroverheen is gegaan. Aminash heeft daarna waarschijnlijk de controle over de besturing van het voertuig verloren, waardoor deze over de kop sloeg. De autobestuurder, die alleen in het voertuig was, overleed ter plaatse. De ingeschakelde arts stelde de dood vast. Het ontzielde lichaam van het verkeersslachtoffer is na overleg met een lid van het Openbaar Ministerie voor obductie in beslag genomen. Met het overlijden van deze autobestuurder is de verkeersbarometer landelijk gestegen naar 46.